that sound in the back, it's the sound of sick kids in home. Ray is al ziek sinds dinsdagavond is hij ziek geworden. Echt super intens, elke dag 40 graden, 41 graden. En nu is hij vanmorgen, de zaterdag, opgestaan en had weer 40 graden. Nu net is hier opgegeven. Ik hoop dat hij beter wordt, amai. Wat het ook is geweest, hij gaat wel beter worden, maar het duurt gewoon echt lang. En ze zegt dat de infecties echt wel heavy zijn deze dagen. En in school zijn er super veel kinderen afwezig. Anyway, beetje random vlog. Het is december. Busy maand. Drukke maand bij Hooray. Een absurd drukke maand bij Drukkerij Coco. Vandaag, de zaterdag, daar is ook gaan werken. Gewoon om mee te kunnen. En je zou zeggen, de oplossing is, we werven iemand extra aan. Of de oplossing is, we gaan 's nachts gaan werken. Maar dat is geen oplossing, want het enige wat er zal gebeuren, is dat we meer werk aan kunnen, nog veel meer opdrachten zullen aanvaarden. Dus... Oh. You never feel happy! Never feel happy! Gelukkig heb ik de elektrische handschoenen van Zutra gepikt. Until you try... You never feel happy! Nee, dinsdagavond. En ik denk die rode Mustang mag die elektrische kar die daar staat ophalen. Ondertussen gisteravond de Mustang opgehaald. En zaterdag maak ik een filmpje mee samen met Sean de Wit en mijn Ray. Nieuwe baas. Achter de yes. May all your dreams come true. Oh, wow. Ik heb iemand achter me. Voilà, ik heb juist de Ford Mustang Mach-E afgeleverd in Vilvoorde, dicht bij het viaduct van Vilvoorde. Ik ga nu lopen naar Brussel Centraal en de trein terugpakken naar Kortrijk. Het was een leuke rit met de Mustang, dat was tof. This is sad. Ik was aan het denken dat dit geen zo'n gezonde weg is voor volwassenen. En kinderen omwille van fijnstof. Maar dat is duidelijk ook niet voor vosjes. Ja, het is echt fucking crazy hoe glad dat is. Oh my god. En Arjen is heel kampioen. Luister op de radio naar de match. En we hebben in de trein gekeken naar tv. Zotte match. Er goed gestrooid hoor, maar de voetpaden, dat doen we niet aan mee. Ah. Hallo, het is vandaag 9 december. Het is een belangrijke dag voor mij, want het is de eerste dag dat ik hier aan het lopen ben.
Ik heb 4 maanden stilgelegen. 4 maanden. Ik heb dat ooit wel eens verteld, maar ik heb CMV gehad. Dat is zo'n virus die mijn energie echt volledig heeft weggetrokken. Ik heb pijn aan mijn benen, hoofdpijn. Ik deed overdag dutjes. Iets wat ik nooit in mijn leven heb gedaan, overdag dutjes doen.